Ruim 60 gezinnen te Weg naar Zee hebben afgelopen zaterdag grondbeschikkingen gekregen. De beschikkingen zijn overhandigd door minister Rabin Permisser van Landbouw, Veeteelt en Visserij, meldt de voorlichtingsafdeling van dit ministerie. Permisser heeft samengewerkt met zijn collega Lekram Surjan van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer. En de gezinnen hebben 25 jaren lang moeten wachten op hun grondpapieren en hadden de moed opgegeven dat ze ooit hun papieren zouden krijgen. In zijn toespraak haalde de LVV-minister aan dat de overhandiging van de beschikkingen alleen onder leiding van president Desi Bouterse mogelijk is gemaakt. Hij heeft de nieuwe aanvragers van gronden opgeroepen om via het kantoor van LVV hun stukken in te dienen. Tijdens zijn toespraak zei Surjan van ROGB dat hij tegen oktober wederom grondbeschikkingen zal uitreiken in dit gebied. Een groot deel van de bewoners te Weg naar Zee doet namelijk aan landbouw.